Er is veel overlast van gestalde fietsen in de Betouwstraat. Vooral maandag, dinsdag en woensdagnacht. Die zijn vooral van cafébezoekers die hun fiets zo neerzetten dat de stoep niet meer begaanbaar was. Tot ergernis van de omwonenden. De gemeente denkt daar nu de oplossing voor te hebben gevonden door voor de fietsenstalling aan de Bisschop Hamerstraat op de kruising met de Molenstraat een pop-up fietsenparkeerplaats op de stoep aan te wijzen. Het idee is dat er maandag tot en met woensdagavond van 9 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens, als er genoeg plek is, een groen ledlicht in de vorm van een fiets op de grond schijnt. Dit betekent dat je de fiets er mag stallen. Op de andere nachten in de week is het de bedoeling dat de fietsenstalling aan de Bisschop Hamerstraat gebruikt wordt. Die is dan tot 5 uur geopend. De gemeente onderzoekt of het nodig is dat de stalling ook op maandag tot en met woensdag langer open blijft. Nu sluit die al om 12 uur.